Jerry Ramaras Santa Coria. Goedemorgen. Ik ben op terugreis van een nachtdienst naar mijn werk, van mijn werk naar huis. En ik wil even vertellen dat God goed is. Dat Hij van jou houdt en van mij, van alle mensen. En ik heb vandaag weer mogen bidden met een man die zegt dat hij moslim is. Hij was heel erg moe, zag er bezweet uit en heel gaar. En dat zei hij ook. En zei, wil je met me bidden? En tuurlijk, dus hij vertelde zijn naam. Ik noemde zijn naam voor de troon van God. En ik zei, Heer, hier is hij. U houdt van hem. Halleluja. In Jezus' naam, genees. Mocht er een virus zijn, sterf. Weet je wel, knap op. Energie stromen door hem heen. En zo zegen ik hem in Jezus' naam. Hij vond het fijn. En ja hoor. Binnen een minuutje, een paar minuutjes. Zeg maar, ik zeg het, het komt zo. En dan ga je weer helemaal beter voelen. En zo gebeurt het ook. Dat is wel leuk. Dat is echt fijn. En zo kwamen er meerdere keren gesprekken met mijn collega's tijdens het werk vannacht. Op geloof en op Jezus. En dan kon ik vertellen van verschillende dingen uit mijn leven. Wat de Heer Jezus zo goed gedaan heeft. En ik had ook een zegen gebeden over mijn werk. En toen de scanner heel langzaam ging en vast zat. En dat kostte een stukje productie. En dan moest ik steeds wachten. Toen werd ik wat geërgerd. En dacht ik, nee, ik ga hem niet ergeren. Ik ga zegenen. Dus ik ga die scanner zegenen. In de naam van Jezus, Heer, raak het helpen dat die scanner weer... Hij zat op een gegeven moment vast. Zeg maar, was een beetje vastgelopen. In de naam van Jezus, scanner functioneer weer. En Heer, hoe moet ik dat oplossen? En toen kreeg ik een ingeving, volgde die ingeving op. En jats, daar loopt die, daar stroomde die scanner weer als... ja, dat deed gewoon weer goed. Dus het was gewoon geweldig. Dat is gewoon leuk. En ik had ook gebeden om te mogen getuigen. Hij kon vandaag getuigen van de liefde van Jezus. En er waren mensen die zeiden dat ik 47 of 48 jaar was. Of 45 of zoiets in die buurt. En ik zeg, nee joh, ik ben net 59 geworden. En hoe kom je nou dat zo jong uitziet? Ik zeg, nou, dat komt door Heer Jezus Christus. Als je in zijn tegenwoordigheid binnenkomt. Wauw, elke keer weer. Dan gebeurt er iets. En ik bid ook het gebed uit Jozua. Ik geloof Jozua 14. Waar Caleb tegen Jozua zegt. Hé, ik ben 85. Maar ik ben al net zo fit als toen ik 45 was. Net zo krachtig. Net zo sterk. Net zo scherp. Net zo snel. Dus ik wil die stad innemen. Halleluja. Dus Jozua, geef mij die stad. Alsjeblieft. En laat mij dat doen. En dat gebed bid ik ook. Van Heer, ik ben... dat mijn lichaam is net zo sterk en snel. En mijn conditie is net zo snel en sterk als 45-jarig. En dat blijft tot mijn 85ste. Dat blijf ik zo lekker sterk en snel en gezond en fit. En dat ik lekker snel en hard kan werken. En dat gebed wordt verhoord. Want elke keer als ik wat moe ben hier of daar, dan spreek ik tegen mijn lichaam in de naam van Jezus. Van, hey, wacht eens eventjes. Nieuwe kracht, verfrissing en verkwikking. Denk aan de Caleb-conditie. En zo gebeurt het. Door de genade Gods krijg ik dan weer nieuwe energie. We hebben donderdag geëvangeliseerd. En dan wou ik ook vertellen. Dat was heel echt mooi. Er was een groep van 7 of 8 jongens van de jaren 14. En die Arie, dat is een medebroeder van ons. Die hield ze staande en die begon het evangelie aan de jongens te vertellen. En hier en daar was een beetje een grappende reactie, wat lacherig. Maar ook was er echt wel interesse. Waren bij verschillende jongens echt ook interesse en belangstelling en nieuwsgierigheid. En Arie kon snel... Ja, toch wel dingen echt vertellen, essentiële dingen over dat er zonde is, dat er een verzoening is in Jezus Christus. Dat er in Adam gezondigd is en dat we keuze mogen maken, moeten maken. En dat Heer Jezus aangenomen kan worden als persoonlijk verlosser. En dat je dat je persoonlijk voor jezelf moet doen, dat kan een ander niet voor jou doen, dat moet je zelf doen.
En hij bad een gebed voor. Hij zegt, ik doe een voor. Ik geef een voorbeeld hoe je kan bidden, zeg maar per zin maar na. En ze zeiden gewoon, die jongens, alle 6 of 7, eentje niet, maar de andere wel. Die gingen echt allemaal zeggen, Jezus, u bent mijn verlosser. Ik neem u aan als mijn verlosser. En ja, ik wil u leren kennen, openbaart u zich aan mij. En ik heb gezondigd, maar u hebt mijn zonde verzoend op Golgotha. En dat soort dingen hebben de jongens uitgesproken. En toen konden we ze allemaal een Nieuw Testament meegeven. En dat vonden ze interessant. De jongens vonden dat mooi. We zagen ze even later, kwamen ze weer langslopen. En dan zaten ze er echt in te lezen. En dan kon je zien dat het met belangstelling gebeurde. Met nieuwsgierigheid en met interesse. En dat was geweldig. We hebben echt de indruk dat sommige jongens echt hun hart aan Jezus echt hebben gegeven. En dat anderen inderdaad een aanraking of een kennismaking hebben gehad. Dus ook dat was zeer, zeer waardevol. En dat is een groot getuigenis. Want stel dat we daar niet geweest waren, dan waren die jongens niet aangeraakt. En als een paar van die jongens hun hart aan Jezus hebben gegeven, dat is toch geweldig. Dan gaat Jezus met hen verder. Sowieso, de Heer Jezus gaat met hen verder. Prijs de Heer, glorie aan het Lam. Alleluia. Kyrie rabakanda yarasanto lakuria baracharalabanda. Kyrie barokoria barachai. Prijs de Heer, alleluia, amen. Wat ook heel leuk was, ik was gisteren op de heenweg. En ik had al zo'n indruk dat God mij een cadeautje wilde geven. Zeg maar, tenminste, ik vind het echt een cadeautje. Ik was nog maar net aan de rand van Emmeloord. Of ik zag al even een bunzing. Dat vond ik heel erg mooi. Die zat eventjes in de berm en die vloekte weer het bos in. Was een mooi, was kort maar een mooi moment. Maar ik reed bij het voorste bos. Daar reed ik langs. En toen ging ik van tevoren eigenlijk mijn telefoon al klaarzetten. En op video aanzetten voordat ik een bepaald perceel voorbij zou gaan rijden. En ja hoor, er stonden daar 2 mooie reeën. En die kon ik mooi eventjes bekijken. Omdat ik onderweg naar mijn werk was, kon ik niet te lang blijven. Natuurlijk, het waren reegeiten. Dus, en ze hadden geen dikke buik meer. Dus ja, het gras waarin ze stonden was redelijk hoog. Dus ik vermoed dat er ook kalfjes bij waren daar in de buurt. Want waarom zouden anders die reegeiten daar zo midden in dat hoogbegraste perceel staan? Maar goed, ik moest verder naar mijn werk. Maar ik was heel blij met die ontmoeting met die 2 prachtige reegeiten. En nu vanmorgen rij ik langs de uiterwaarden tegenover Genemuiden. Ze hebben die dijk zeg maar vanaf Zwartsluis. Naar Vollenhoven toe, die dijk. En ja hoor, zie je aan de linkerhand zag ik alweer een hele mooie ree staan. En er kwam ook een bruine kikkerdief, kwam ook nog even vlak langs. Dus het was ook daar weer genieten. Ja, het is prachtig. Ik bid echt, maandag mag ik daar weer gaan werken. Ik bid echt dat die mannen, ik heb trouwens ook nog een Nieuw Testament in het Farsi kunnen geven aan een andere broeder, een andere broeder, een andere moslim, die ook nieuwsgierig is naar andere godsdiensten en zich ook in de Bijbel verdiept heeft. Hij had het over een Nederlandstalige Bijbel, maar ja, hij zelf spreken ze en denken ze en in hun hart zijn ze in de Farsi-taal. Dus heb ik een Bijbel, Nieuw Testament in Farsi gegeven. Met in de vorige pagina een sticker waar ik opgeschreven had. Van bid alsjeblieft het gebed van Efeze 1 vers 17, 18 en 19. Is dat de geest van openbaring en de geest van inzicht, de geest van wijsheid. Dat die openbaring geeft en laat zien, zeg maar, dat het woord opent. Want je kunt wel lezen met je denken, maar dan gaat de Bijbel niet open. Maar als je leest met samen met de Heilige Geest, zeg Heilige Geest, wilt u mij openbaring geven? Dan gaat het woord open. Zoals Psalm 119 vers 130 ook zegt. Waar uw woord open gaat is licht. En licht
staat ook voor openbaring. En dat is wat ik bid over deze twee mannen. Er zij licht. Er zij licht. Ik spreek licht uit in de harten van beide mannen. Licht, openbaring, inzicht, aanraking. Heer, wek een geest tot leven. Wek een geest tot leven. Dat ze gered worden, Vader. Dat ze aangeraakt worden door uw persoon, door uw liefde. Door wat u voor hen ook op Golgotha voor hen ook volbracht hebt, Heer. Raak ze aan. Heer, dat ze gered worden. Heer, de vrouw van die man zat erbij toen die Bijbel kreeg en ze vond dat fijn. Ze stelde dat op prijs. Heer, dat kon merken. Heer, dat ook zij wordt aangeraakt in Jezus' naam. Dat ook zij openbaring van u krijgt. Heer, dat u haar aan, dat u hen aanraakt, beide. Heer, dat ze ingaan in uw koninkrijk toch, Heer. En die andere kerel ook waarmee je mocht bidden. Vader, werk uit in hun binnenste, Heer. Werk uit in hun binnenste. Openbaart u zich aan hen, Heer. Er zij licht in hem. Er zij licht in die andere man. Er zij licht in die vrouw. Openbaring, leven spreken we uit. Vader, dat ze getrokken worden met koorden van liefde. Heer, openbaart je overtuigen en die Heilige Geest raken aan. Ik bid, Heer, ik verbind ze aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Aan Golgotha en wat u daar heeft volbracht. Heer, wat u heeft volbracht ook voor hen. Die verlossing bid ik over en uit. Die redding bid ik over en uit. Vader, dat ze aangeraakt worden in Jezus Christus' heilige naam. Dat uw liefde hen aanraakt. Dat uw liefde hen aanraakt. Uw opstandingskracht hen treft. Uw ontferming, Heere God, hen aanraakt. O, halleluja. Rabba ingiri, rabba gaira sandai. Geweldig, Heere, geweldig. Prijs uw heilige naam. Dank u wel, Heer Jezus. Glorie aan het Lam. Halleluja. Hier je rabbi, iedereen die dit hoort, zou zeggen: de Heere zegen jou, geniet van Gods tegenwoordigheid, geniet van Gods liefde, geniet van Gods woord, ga Gods woord in, lees de Bijbel, Heere, lees de Bijbel en laat de Heilige Geest je aanraken. Vraag gewoon de Heilige Geest, raakt u mij eens aan, alstublieft. Heer Jezus, raakt u mij eens aan met uw Heilige Geest. Heere, doet u dat eens vandaag, alstublieft. En dat in mij het open gaat voor u, Jezus. Dat ik open ga voor u, Heilige Jezus, Heilige Geest, liefdevolle Vader. Dat mijn leven open gaat voor u, Heere. Dat ik meer van u toelaat in mijn leven. Heere, want ik ben misschien per ongeluk steeds uw liefde aan het afwijzen. Of bewust. Of per ongeluk. Daarom wil ik je vragen. Wil je alsjeblieft daarmee stoppen? Het afwijzen van de liefde van Jezus. En wil je alsjeblieft die liefde van Jezus toelaten in jouw hart, in je leven? En als je zegt, het is genoeg, ik wil niet meer, dan kan je toch zeggen, wilt u alsjeblieft weer uit mijn leven weggaan? Maar ik denk, als je eenmaal van die liefde van Jezus hebt geproefd, dan denk ik wel wat dat je zal zeggen van, Heer, mag ik nog een slokje van die nieuwe wijn? Mag ik nog een slokje van die nieuwe wijn? Mag ik nog een aanraking met die heerlijke blijdschap? Zal ik je wat zeggen over jouw toekomst? Psalm 16 vers 11. U maakt mijn levenspad bekend. Volheid van vreugd is bij uw aangezicht. Lieflijkheid in uw rechterhand voor eeuwig. En dat is de waarheid. Psalm 16 vers 11. Dat is een voorbeeld. Halleluja. Nou, ik ga afronden. En jullie zegenen. In naam van de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest. Dat de liefde van God je aanraakt. En dat je nooit meer hetzelfde bent. Dat je gezegend wordt van hier tot Tokio. Halleluja. In Jezus' naam. Amen.